Uw aandacht voor Het Zwarte Sterrenbeeld. Een luisterspel van Hubert Lampo. Regie Herman Niels. Wil jij het zijn, Michel? Of Sainte-Catherine? Of droom ik nog steeds? Word wakker, Jean. In Gods naam. Ik ben het. Jean. Zijn het niet mijn stemmen? Komt het jezelf, hè? Herken mij toch. Jean is het die je roept. Jean? Trouwe ziel? Wie noemde de naam van ziel? Zou het mijn stemmen niet zijn? Jean, beheers je. Maak een eind aan deze verpestering. Ga heen, verleider. Ga, zeg ik je. Het is de duivel die mij belaagt. Zie, ik zal een kruis steken. Je hebt geen vat op mij. Ga! Jean, geloof niet in je eigen waanzin. Ik ben de duivel niet, nog een van je stemmen. Ik ben Gilles de Rey, je oude wapenbroeder. Leed en vrucht hebben wij samen gedeeld. Leed? Vrucht? Hoi, me aan. Gilles de Rey, een man van vlees en bloed, nog duivel, nog heilige. Kijk, ik steek mijn hand uit in het duister. Raak ze aan. Voel je hand. Waarom is je hand zo koud, vreemdeling? Het is een koele nacht. Kijk toe. Ik treed uit de schaduw. Het maanlicht glijdt over mijn gelaat. Ziel! Hoe kom je hier, mijn goede ziel? Hier, in deze cel, achter deze muur? In dit uur moeten er geen vragen gesteld worden. Ja, laten we zacht spreken. Courson zou je laten hangen als men je voelt. Wees niet bezorgd. De wachten heb ik dronken gevoerd, die stomme varkens. Dat was gemakkelijker dan doorheen de Engelse versterkingen te geraken. Ik heb er een met deze handen gewurgd om bij je te komen. Ook voor hem zal ik voortaan bidden. Bid later. Als je niets belangrijkers te doen hebt, dan moeten we vluchten. Vluchten? Ja, voor de dag in de lucht komt, zal Rouen ver achter ons liggen. Nee, Jules. Ik dank je voor je trouw. Voor je vriendschap. Maar ik zal je niet volgen. Mijn plaats is hier. In deze cel, op deze brits. In deze kluister. Dat is waanzin, Jean. Ken je dan je lot niet zoals een ier in heel Frankrijk het kent? Wat doet het er nog toe? Alles zal gebeuren zoals het geschreven staat. Onafwendbaar. Jean, ik smeek je. Verwacht geen rechtvaardigheid. Niemand zal je ontzien. Je rechters zullen je... Ik zal sterven zoals heksen altijd sterven. Door het vuur. De vlammen zullen hoog om mij opslaan. Het volk zal juichen. Ontwaak uit deze godslasterlijke verdoving.
Ontwaak! Voor het weer dag wordt, ben je vrij. Het is nog niet te laat. Nee, Jim. Het is te laat. Voor alles is het te laat. Hopeloos te laat. Er is nog veel te doen, Jean. Voor jou en voor mij. Vooraleer de laatste Engelsman uit Frankrijk verdreven is. In het begin was ik bang voor het vuur. Maar nu is het voorbij. Het vuur is goed. Het maakt de ziel van het lichaam los. Dat is onze enige kans op redding. Wat heeft me je aangedaan, Jean? Om je zinnen zo te verpesten. Je bent een vreemde geworden die ik niet ken. Die spreekt als een slaapwandelaarster die maar niet ontwaken wil. Ik ben nog steeds te oud. Doch mijn stemmen bevoelen mij vertrouwen te koesteren. Hier, op deze plaats. Ik heb het recht niet te vluchten. Ik moet mijn stemmen gehoorzamen. Die vervloekte stemmen van je... Verlast hem niet, mijn goede ziel. Dring niet aan. Ik blijf. Ik vrees niets of niemand meer. Nog Cochon, nog de beul en de brandstaal. Alles was vruchteloos. Zal voor mij in deze wereld dan altijd alles vruchteloos zijn? Vaarwel, Jean. Jean? Jean? Eén enkele vraag. Wanneer ik ga? Wanneer ik je als een zwakkeling aan de honden overlever? Ik heb al zoveel vragen beantwoord. Ben jij een heilige, Jean? Grote, dwaze jongen. En jij bent nog wel Maréchal de France? Ik ben een meisje, Don Rémy, dat haar land uitzinnig lief heeft. Er zijn er zo duizenden in Frankrijk. Antwoord op mijn vraag, Jean. Heb jij ooit stemmen gehoord? Niet in je verbeelding, niet de stemmen van je geweten, van je hart of dergelijke onzin meer, maar zoals je thans mijn stem hoort. Ik heb ze gehoord, zoals ik jouw stem hoor. Eieren. En je overwinningen, Jean. Je overwinningen. Maakte je de mannen gek, omdat ze wisten dat er een vrouwenlichaam onder je maliën golven school? Maakte je ze dol, dat ze vochten als wilde dieren? Of stond de hemel aan je zijde? Niets gebeurde waarvan ik tevoren niet wist dat het gebeuren zou. Net als die nacht. Toen de wind keerde bij het beleg van Orléans. Dank je, Jean. Het is voor mij heel belangrijk dat te weten. Belangrijker dan wat ter wereld ook. En dat u rust schenkt, Jean. Rust en vrede. Rust, zeg je. Rust en vrede. Nu moet je gaan. De hemel verbleekt. De sterren sterven uit in het morgenlicht. Vaarwel, Jean. Je mag me omhelzen. Zoals een soldaat een strijdmak omhelst. Voor de grote slag. Vaarwel. We zien elkaar weer. Later. Veel later. Als alle leed geleden zal zijn. En alle strijd gestreden. Amen.
kijk me die fraaie jonkers aan, Veronel. Maak je niet druk, Barbette. Geen spek voor onze bek. Het lijkt wel of iemand zoekt. Net een bedroefde prins in die zwarte rouwkleren. Nou, dan kunnen wij hem wat opvrolijken. Je hebt er me zin in doen krijgen, schatje. Laat het. Ik ben bang. Hij ziet er niet als een gewoon mens uit. Hij lijkt de duivel wel, Peronel. Hoe langer, hoe mooier. Sst, stil. Hij komt onze kant uit. Goedenavond, meneer de ridder. Kom je niet bij ons zitten? Wij hebben er verstand van je prettig bezig te houden. Laat mij. Ik heb geen tijd om aan jullie te luisteren. Geen tijd, mooie jonker. Vanavond wordt er in Rouen feest gevierd. Feest gevierd? Waarom zou er verdomme juist vandaag in Rouen feest worden gevierd? De heks, seigneur. De heks die ze daar straks op de Vieux Marché verbrand hebben. Heb je de heks niet zien verbranden? Ik ben hier vreemd. Er zijn in Rouen veel pasgeboren kinderen gestorven. Alleen omdat ze binnen onze muren opgesloten zat. Om niet te spreken van de vrouwen die monsters ter wereld hebben gebracht. Hou je bek dicht. Ik wil die oude wijvenpraat niet meer horen. Goeienacht. Hé, hey, waarom zo'n haast? Wij menen het heus goed met je. Als het om geld te doen is, hier hebben jullie geld. Is het genoeg om mij met rust te laten? Zie je wel, Barbette, dat meneer een echte ridder is? En helemaal niet wat jij dacht. Waar kunnen wij u mee van dienst zijn, messire? Ik zoek iemand die ik wellicht niet in dit bordeel zal vinden. De Gouden Aap is een fatsoenlijke taverne, messire. Zegt hij ons gerust wie je zoekt. Wij kennen heel wat mensen in Rouen. Ik zoek Pierre Pasquier. Ja, wie? De Dominicaan, Pierre Pasquier. Die kennen jullie natuurlijk niet. En of we hem kennen, die oude dronkelap. Heel Rouen kent hem. En meestal gaan de meisjes van onze gilde bij hem te biechten. Hij zit meer in de kroeg dan in zijn klooster. Als er geen druppel wijn meer bij kan, dan houdt hij sermoenen over de hel en het laatste oordeel waar je kippenvlees van op je billen krijgt. Er wordt gezegd dat hij een ketter is, die Pierre Bosquet van u. Hij is een goed mens. Maar ik kan niet tegen het leven op. Daarom drinkt hij. Daarom begrijpt die vrouwen van ons slag zo goed. Is hij hier? Ziet u daar in het halfdonkere vent zitten? Maar messire, denk erom. U moet hem eerst vol wijn gieten vooraleer hij op dreef komt. Ben jij de Dominicaan Pierre Bosquet? Die ben ik. Wat moet je van me? Ik wilde met je praten. Wie ben je, man in rouwkleren? Iemand die raad nodig heeft. Er werd vandaag een vrouw verbrand in deze vervloekte stad. Ik hoorde dat jij geen partijganger van Cosson bent. Is het om haar dat je rouw draagt? Ja, om haar. En om al het leed van deze wereld. Dan kan ik je misschien vertrouwen. Wat kan het me trouwens nog schelen? Het was een moord, hoor je me? Een gemeene moord. Waarvoor de heer Cosson als beloning een aartsbisdom verwacht. In ruil voor jouw vertrouwen schenk ik je het mijne, Pierre Bosquet. Ik heb Jeanne goed gekend. Ik ben een officier in dienst van de koning. Ik was met haar bij het beleg van Orléans. Ik stond aan haar zijde tijdens de campagne van de Loire en de mars naar Reims. Spreek zacht, seigneur Gilles Dallet. Want die ben je niet, waar? Ik heb de maagd van nabij gekend. Als een zuster. Als een zuster? Wat bedoel je, Dominicaan? Men heeft de vreemdste geruchten verspreid. Waren zij meer geweest dan een zuster, bij God, misschien zou ik dan alles begrepen hebben. Ach, wat doet het ertoe, heks of heilige? God moet zijn volle maat aan martelaars hebben. Luister goed, Pierre Bastier. Jeanne d'Arc was een heilige. Ik heb genoeg gezien om te weten dat zij een heilige was. Op haar hart had het vuur geen vat. Het was een kloppend hart dat me met haar passen daar straks in de Seine heeft geworpen. Drink, Gilles de Rey. Drink en vergeet. De mens is een misselijk dier.
Het proces van de maagd zal in de hemel verbroken worden en herzien door rechtvaardige rechters. Met de oplossing van de hemel kan ik niet leven. Hier, op deze smerige modderklomp, moet ik zekerheid vinden. Ik stond onder de jouwende menigte, laf en hulpeloos, gelijk de anderen. Ook ik was er, even laf en hulpeloos. De vlammen die haar lichaam verteerden, hebben de laatste zekerheid uit mijn leven weggebrand. Men noemt je een kette, Pierre Basquier. Geloof je nog aan God? Men noemt mij een ketter, ik weet het. Grote gevaren hangen boven mijn hoofd. Maar ik geloof in God als nooit tevoren. Een God anders dan haar kleine menselijke maat geschapen. Waar was zij, jouw God, hè? Toen we haar lichaam aan het vuur overleverde. Waar was zij? Ik weet het niet. Zijn wegen blijven ondergrond. Ja, 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 het oude liedje. Ook ik geloof aan God, vader. Als kind reeds dreepte ik met God. Zoals de knapen met de helden uit de ridderverhalen. Urenlang kon ik zitten bidden, zo hardnekkig dat ik erbij in zwijm viel en weer tot mezelf gebracht moest worden. En met weerzin keerde ik dan terug tot de werkelijkheid. Want mijn bezwijming was vol van een vreemde grote klaarte. Mannen als jij en ik, Jean, zijn als haviken in een kooi. Die hun kop tegen de tralies te pletter vliegen. Omdat het ons niet gegeven is onze vleugels aan het licht van de zon te schroeien. Ik drink op je gezondheid. Het licht van de zon. Het licht van God bedoel je zeker? Is het nog wel een God die boven deze wereld straalt? Die toelaat dat men zijn uitverkoren kinderen als beesten ter dood brengt? Nee, de maagd is niet ter dood gebracht omdat God het wilde. God wil het kwaad niet. Het is niet mogelijk dat God zo diep van de mensen walgt dat hij ze aan hun lot overlaat. Ik weet het niet. Ik weet alleen nog dat je kan drinken om te vergeten. Ach ja. Misschien heb ik het altijd wel geweten. Wat heb jij altijd wel geweten, Ginderij? Trek je oren wijd open, Bosquier. God heeft het onderspit gedolven. De duivel is machtiger dan hij geworden. Het was niet voorzien in het bouwplan der eeuwigheid. Maar de duivel heeft het gehaald. De duivel, hoor je me. Hij is het die voortaan de wereld regeert. En daarom is Raan gestorven. Omdat de duivel zich boven God verheven heeft. Maakt alles zo eenvoudig. Eenvoudig en verschrikkelijk. Maar kom vooruit. Dominicaan van mijn lazen. Je hebt gelijk. Laat ons drinken. Je liet me roepen. Gilles? Inderdaad, madame. Laat die vormelijkheid, Gilles. Wij zijn alleen. Ik ben je vrouw, je bent mijn man. Het is hier niet het hof van de koning. Wat wens je? De winter nadert, Catherine. Vandaag is het reeds allerzieden. Ik wil dat je weer keert naar Anjou. Je bent nooit helemaal gezond in Bretagne. Nee, Gilles, ik laat je niet alleen. Het is beter voor je dat ik je niet alleen laat. Ook voor mij is het beter. Ik kan in de eenzaamheid niet meer aarden. Altijd heb je me alleen gelaten. Tja, het hof en de oorlog. Ach, ja. Ik weet het. De oorlog, je legers. Nee, ditmaal verlaat ik je niet, Gilles. Ik laat me niet wegsturen. Het is een bevel. Alles is gereed voor je vertrek. Ik laat je niet alleen. Je moet opnieuw mijn man worden, zoals in het begin.
Je was vrolijk, je had me lief. Gelukkig was je toen ons kind geboren werd. Ja, het kind. Je bent veranderd. Je hebt mij niet meer lief. Alleen jezelf kun je nog beminnen. Werelden van eenzaamheid leert dus ons beid. Ach, wat. Vrouwen halen zich na enkele jaren huwelijk altijd dergelijke onzin in het hoofd. Oh, nee, Gilles. Ik heb veel gezien, veel nagedacht en altijd gezwegen. Oh, nee. Ik ben niet jaloers. Zelfs niet op die dolle marketenster, die heilige van je, die als een heks verbrand werd. Zwijg! Er is een stille, zwarte razernij in je gekomen die je uitholt als een wormstekige vrucht. Waarom zeg je zwarte razernij? Ik weet het niet zomaar. Maak zoiets je aan het schrikken. Het maakt me niet aan het schrikken, maar het is dwaasheid. Morgen vertrek je naar Anjou. Ik blijf bij je. Ik zeg je dat je gaan zult. Als je reeds zo ver bent, Gilles, dat je niet begrijpt hoe fel een vrouw bij haar man, bij de vader van haar kind wenst te zijn, zal ik je op een andere manier overtuigen. Ach, onzin. Ik denk aan je gezondheid, aan je heil. En ik denk aan het jouwe, Gilles. Ik weet meer dan je denkt. Ofschoon tyfoze ver van de wereld ligt. Wat heeft dat te betekenen? Is het een bedreiging soms? De brieven die de bastaard heeft uitgevaardigd, de koninklijke brieven, waardoor hij de seigneur Reverbiet verbiedt nog andere van zijn bezittingen in vreemde handen te laten overgaan en zijn fortuin door deuren en vensters te smijten. Ik ben een vrij man en bovendien de rijkste in Frankrijk. Geweest, baron de Rey. Geweest. Geld bezit voor mij geen betekenis. Een stuk metaal met een beeldmerk. Ja, ik weet het. Daarom werden je mooiste bezittingen verpand aan hertog Jan van Bretagne en zijn hebzuchtige neef, de bisschop van Nantes, Jean de Malestroit. Twee aasgieren uit hetzelfde nest. Een kasteel, een landgoed, een heel dorp. Voor Gilderij niet meer dan één goudstuk voor een ander. Zweer deze hoogmoed af. We komen tot bezinning. Misschien is het nog niet helemaal te laat, wie weet. Nog kunnen we leven als gelukkige mensen ver van hier. Ik haat deze buurt van Tyfoge. Ik verafschuw dit spookachtige land met zijn fluisterende dorpers die diep in het stof buigen, doch je met ogen vol haat naast haar. Dat is onzin. De mensen hier zijn goed en eenvoudig en onderworpen als nergens anders ter wereld. Omdat ze je geld vrezen. Je smerige geld. Omdat onder deze simpele zielen nog steeds de legende de ronde doet dat je rijker bent dan ooit een koning geweest is. Omdat ze zich blind staren op je schitterende gevolg, op je kerk vol hemel tergende luister die je in Mascoul hebt laten bouwen. God weet waarom, die de paus als kathedraal weigert te erkennen. Op de met goud en edelgesteente bezette gewaden van je kanunniken en prelaten. Op de schatten die je wegschenkt aan alle die je maar genoeg vleien. Op je krankzinnige liefdadigheid die met Caritas geen uitstaans heeft. Op je tientallen pages en koorknapen die je verwendt als een Oosterse prins en haremvrouwen. Op je zedeloze Moorse dansjes en je toneelvoorstellingen in Orléans, waar je gevolg schatten verbraste. Op al je ten hemel schreeuwende weelde, Gilles, die niet heilvol is voor je onsterfelijke ziel. Bekommer je niet om mijn ziel. Ben je een kwezel geworden de laatste tijd? Je ziel verkeert in groot gevaar en je bent nog steeds mijn man. Ik doe meer voor mijn ziel dan ooit iemand gedaan heeft. Tenzij het een heilige was, zoals het meisje dat men de Rouen vermoord heeft. Denk aan het huis voor dakloze vrouwen in Barensnood dat ik heb opgericht. Je kan het met de hemel niet op een akkoordje gooien, Gilles. En ondertussen duld je afschuwelijke klaplopers om je heen. Goddeloze intriganten en bedriegers die zich voor geleerden en magiërs uitgeven. Gevaarlijke lieden die ik vrees en haat. Zoals een behoorlijke vrouw de zonde haat. Wat een sombere toon, Catherine. En dat voor een handvolletje knechten en potterlikjes die ik als mijn hofnarren beschouw. Je hofnarren. Je boze geesten bedoel je.
Je staat aan de rand van de afgrond, Jean. Ben je dan blind en doof geworden? Er zijn grenzen die men niet ongestraft te buiten gaat. Wie zegt er waar mijn grenzen liggen? Jij bent mijn vrouw, Catherine. Maar je kent mij niet. Wie trouwens kan er zeggen dat hij Gilles de Rais kent? Ik zal de wereld nog verbazen, zoals nooit de wereld verbaasd gestaan heeft. Wanneer eenmaal alle grenzen doorbroken zullen zijn. Alle denkbeeldige grenzen van goed en kwaad. Neemt u me niet kwalijk. Wie is die man? Wie ben je, vreemdeling? Ik ben de man die met uw dienaar Eustache Blanchet uit Italië meegekomen is. Prelati. Francesco Prelati. Om u te dienen. Beschermeling van de bisschop van Arezzo. En lievelingsleerling van Wijnand Jean de Fontenelle. In leven alchemist en geestenbezweerder te Florence. Goddank dat je eindelijk bent. Ik heb veel goeds over je gehoord. Ik dank u, messier. Wat wil die man? Waarom liet je hem komen? Hij is een groot magier. Ik heb hem meer nodig dan wie ter wereld ook. Jaag hem weg, Gilles. Jaag hem terstond weg, zeg ik je. Hij zal je in groot gevaar brengen. Jaag hem weg. Ik smeek je. Jaag hem weg. Zal ik maar gaan, heer? Blijf! Zeg hem dat hij weg moet gaan. Luister naar mijn ziel. Want dit is het einde. Ik weet dat dit het einde is. Of het begin. Het begin van alles. Maar dat kan jij niet begrijpen. Voel je niet dat de dood achter hem staat? Genoeg, hoor je. Genoeg. Nu en voor altijd. Deze man is mijn gast. Nou, zo leg ik je het zwijgen op. Ik heb begrepen. Eindelijk. Het is goed dat je me geslagen hebt als een hond. En in de aanwezigheid van een vreemde. Het is goed. Ik ga. Je hebt het gewild. Catherine! Keer weer! Bedaar, messier. Ze keert niet weer. Waar bemoei je je mee, verdomde indringer? En zo is het beter. Je hebt gelijk. Het is beter dat ze gaat. Veel beter, heer. Een man die God en duivel hun laatste geheimen ontrukken wil, moet eenzaam zijn, onthecht en los van alles, als een heilige in de woestijn. Een heilige? Heb jij wel eens een heilige van dichtbij gezien, Prelati? Ofschoon ik voor de geestelijke staat werd opgeleid, behoren heiligen niet tot mijn specialiteit, messier. Maar ik heb andere dingen gezien, seigneur de Rais. Spreek, vooruit spreek. Laat u nog niets weerhouden. Wat heb je gezien? Wat ken je? Wat weet je? Alles dank ik mijn meester, Jean de Fontenelle. Aan hem erfde ik het boek over de grote meesterschap. In de enige authentieke formule van de steen der wijzen. Voorkom. Wees niet roekeloos. Let goed op je woorden, Francesco Prelati. Als je liegt, zullen deze handen je dood van eens voltrekken, zonder mee te lijden. Want van dat woord ben ik de betekenis vergeten. Des te beter. Het zal onze experimenten in aanzienlijke mate vergemakkelijken. Spreek mij over die beruchte steen der wijze. Of is het maar een praatje voor al te wijven? Meestal, messire, is het een steen, zo doorschijnend dat sommigen hem onzichtbaar noemen. Maar dat is een vergissing, want in de nacht straalt er een zachte gloed van uit. Ik echter ken de edelste vorm ervan. Een vloeistof, die men het universeel elixier heet. Een extract van de grote wereldgeest. Waarin de mannelijke en vrouwelijke krachten tot evenwicht gekomen zijn.
Wie ervan proeft, ziet als in een spiegel heden en verleden. En grootste wonder van alle, de toekomst bovendien. Alle aardse en bovenaardse kennis wordt zijn deel. En niets gaat voortaan zijn begripsvermogen te buiten. Bezit jij van dit elixier? Kan je... Nee, heer. Het is vluchtiger dan de geur van een bloem. Telkenmale moet het opnieuw gebrouwen. Opnieuw aan de ziel der aarde worden ontrukt. Luister, Pilati. Antwoord op deze ene vraag. Kan je voor mij... Wij zullen samen het levenselixier bereiden. Zo je mijn laboratorium ter beschikking stelt. Ik zal je alles schenken wat je verlangt. Kastelen, landerijen, goud. Goud? Kom. Wat zal het voor ons beiden nog te betekenen hebben, messire? Wie de macht over de steen der wijzen bezit, bezit ook over de metalen een onbeperkte macht, zoals u wel zult weten. Je beantwoordt geheel aan Blanchet's belofte. Maar zeg me, wat moet men doen om... Kan een ieder... Men moet de staat van genade bereikt hebben, messire. Hoe bedoel je? De staat van genade, zoals Satan zich die voorstelt natuurlijk. Ik ben tot alles bereid. Sedert lang weet ik dat de duivel als oppermachtig monarch de schepping regeert. Een uitstekend begin, messia. Meer dan een begin. Later zul je wel zien, als ik weet dat ik op je bouwen kan als op een rots. Volg me nu. Waarheen, heer? Naar de kapel. Naar de kapel? Een goede grap, messier de Rey. Naar de kapel. Weet je welke dag het is? Laat eens kijken. Laat eens kijken. Allerzielen, zo ik me niet vergis. De liturgische kalender ligt me niet zo nauw aan het hart, moet u weten. Ja, ja, allerzielen moet het zijn. Welaan dan. Je zult zien dat ik een vlijtige leerling ben. Zo u het me veroorlooft, messire. Ik begrijp er niet van. Volg mij. Het zal je goed doen. Vandaag wordt een mis gezongen. Een mis ter ere van de verdoemde zielen. Gebeden voor de hemel bestemd zullen in de hel belanden. Vind je dat niet prachtig? Vind je dat niet prachtig, meneer de tovenaar? Dank je om je komst, Shemara. Het is voor mij een grote eer in mijn huis de echtgenote van mijn voortreffelijke vriend Baron de Rey te begroeten. Is het voor ons geen grote eer, mijn waarde neef? Madame's komst verblijdt ons hart, doorluchtig oom. Zie je wel, zie je wel. Net als ik zei. Ik ben gekomen op uw bevel. Bevel, bevel. Kom nou, cher ami. Omdat ik het je vriendelijk verzoeken liet. Is het niet zo, mijn beste neef? Verzoeken door een gewapende escorte. Maar ach, u is de hertog van Bretagne en u, heer de Malestroit, de bischop van Nantes, een verzoek, een bevel, dat komt immers op hetzelfde neer. Eigenlijk wilde ik zelf naar u toe komen. Maar ik ben een oud man en slechter been. Want ik wou u om een dienst verzoeken. Ik ken de hiërarchie van het bloed. Ik ben uw dienares zonder recht op keuze. Vergist u, cher madame. Het verzoek om een vriendendienst wist iedere hiërarchie volkomen uit. Het was een vermoeiende reis. Zeg wat ge van me wenst. Zeg het, mijn beste neef.
Vrouwen zijn immers nieuwsgierig, man. Gij weet, madame, dat de seigneur de Rey 6 jaar geleden aanzienlijke bedragen van de hertog geleend heeft. En dat de seigneurieën van Chantecé en Ingrande de diergelegenheid voor een bedrag van 100.000 gulden in pand werden gegeven. Volstrekt onmogelijk, meneer de bisschop. Om redenen die mij als jong meisje hoegenaamd geen belangstelling inboezemde, werden destijds de kastelen van Chantecé en Ingrande bij officiële akte op mijn naam gezet. Ze zijn mijn eigendom. Precies wat ik dacht. Heb ik het je niet gezegd, mijn waarde neef? Ik feliciteer u om uw helderziendheid. Wat heb jij beiden met mij voor? Helemaal niets, lieve vriendin. We hebben alleen het belang van onze vrienderij en het uur op het oog. Reeds meer dan een maand is de vervaldag verstreken. En dat betekent? Dat de baron de Rey onmiddellijk zijn schuld moet vereffenen. Of afstand doen van Chantecé en Ingrande. Doch de mijnedige borgstelling maakt de tweede oplossing onmogelijk. Monsieur de Rey heeft zijn goedgelovige hertog netjes bij de neus genomen. Vinden jullie ook niet? Wel weet ik, heer, dat de edicten des konings mijn echtgenoot verbieden zich voortaan van welke bezitting ook te ontdoen. Er is nooit onderhandeld over de afstand deze bezittingen. Baron de Rey verpandde ze tijdelijk aan de hertog, zonder enig risico. Daar het thans blijkt dat ze hem niet meer toebehoren, madame, vallen ze ook niet onder de edicten van de koning. De zaak is duidelijk. Seigneur de Rey's schuld kan alleen vereffend worden door het onmiddellijk uitbetalen van 100.000 kronen. Verhoogd met de gebruikelijke interest. Mijn man zal zijn woord gestand doen. De tijd is verstreken. Ons geduld is ten einde en Gilles de Rey's fortuin geslonken. Precies. Precies. Net zoals je zegt, mijn beste neef. Ik kan me niet veroorloven het geld naar de kikkers te gooien zoals monsieur de Rey. Een soldaat te morren. Om in achterstallige soldij. 2 mannen, 1 vrouw in deze chantage. Ik wens u beiden gelukt met de komedie. Komedie, cher ami, komedie. Waar heb ik het nou? Tegen jullie harde mannenwet kan ik niet op, denken jullie. Kan Gilles de Rey de begeerde vestingen niet afstaan? Waarom zou zijn vrouw het dan niet doen? U brengt ons op de gedachte, madame. Eindelijk laat u dan toch het masker vallen, meneer de bisschop van Nantes. Maar ik zal me verdedigen. Ik zal het geld vinden vooraleer de week ten einde is. En de koning laten weten met welke slinkse middelen zijn edicten ontdokken worden. Ik geloof, beste neef, dat je maar beter niet verder aandringt. Ik begrijp dat madame dit alles helemaal niet prettig vindt. Maar toch zal ze zelf wel inzien dat het veel verstandiger is de zaken in der minne te regelen. Het ogenblik is gekomen om madame hiervan op tactvolle wijze te overtuigen, mon neveu. Breng de vrouw hier die in de keuken wacht. Ze heet Nicolette en is uit Roche-Bernard afkomstig. Nog een nieuwe knip. U is moeilijk te overtuigen, madame. Een ogenblik geduld, zo ik u bidden mag. Kijk, daar heb je haar reeds. Heren. Mevrouw. Wees niet bang, vrouwtje. Kom naderbij. Ja, zo. We hebben je laten roepen, opdat je ons nogmaals rustig zou vertellen met welke klachten je naar de hertog bent gekomen. Opnieuw, heer. U hebt zelf gezien welke moeite het mij kostte. Hoe ieder woord mij pijn deed. We begrijpen je verdriet, vrouwtje. Maar ik zal je 50 sous laten uitbetalen, omdat wij je de hele dag hebben opgehouden. Ik kan je best gebruiken, wat? Kom, vertel nou. De hertog is al te goed. Gedane zaken nemen geen keer. Beheers je en spreek. Zal ik alles vertellen, heer? Alles. Net als gistermorgen.
Twee jaar geleden verbleef Seigneur de Rey in Roche-Bernard. Mijn huis staat vlak tegenover de afspanning en... Mijn zoontje François... Ga voort, we hebben niet veel tijd. Mijn zoontje François was er niet weg te slaan... om naar de drukte van het gevolg en de rijdieren te kijken. U weet hoe kinderen zijn. Hij was mooi als een engel, mijn kleine François. En gehoorzaam als een meisje. Geen sentimentaliteiten, alsjeblieft. Beperk je tot de feiten. Op zekere dag kwam er een man uit het gevolg van de seigneur de Rey naar mij toe. Ben je zeker, vrouwtje, dat hij tot het gevolg van baron de Rey behoorde? Denk er goed over na. Jawel, ja, volkomen zeker, heer. Hij heette Pitou of Poitou of iets in die aard. Hij stelde mij voor de kleine jongen bij de heer de Rey in dienst te laten treden. Het kind zou een goede opvoeding krijgen. Beroemde leermeesters, mooie kleren en alle dagen zoveel eten als hij wilde. Mijn man en ik zijn slecht arme mensen door geheer. Je hebt daar toch niet in toegestemd? Jawel, mevrouw. God zal er mij voor straffen. Reeds de volgende dag is het gezelschap afgereisd. Maar toen messieurs de Rey enkele weken later opnieuw langs Roche-Bernard kwam, was mijn kleine François niet meer bij hem. Een zonderling verhaal, vindt u ook niet, chère amie? Och, zonderling. Ga voort, vrouwtje. Oh, ik ondervroeg de heren uit het gevolg. Zij haalden hun schouders op en dreven de spot met mij en zeiden dat ze mijn kleine François nooit gezien hadden. Eén zei zelf dat hij voor een ander jongetje zou zorgen als ik erg lief voor hem was. De heer de Rey omringt zich met geestige lui. En toen de seigneur de Rey wegreed, hebben we aan zijn mantel vastgeklampt om hem te vragen waar mijn kind gebleven was. Hij antwoordde niet. Maar hij sloeg me met zijn rijzweep in het gelaat. Het is voldoende, vrouw. Je kan gaan. Je mag je bij de rentmeester aanbieden voor je 50 sous. Nee, ga nu. Dergelijke dingen moeten zo gauw mogelijk in het reine getrokken worden. Niet waar, chère madame? Het is een misverstand. Begrijpen jullie dan niet dat het slechts een misverstand kan zijn? Ik heb geen reden om aan de oprechtheid van die arme vrouw te twijfelen. Men heeft misbruik gemaakt van de aanwezigheid van mijn man. Die vrouw nam een gewone kinderdief voor een van zijn dienaars. Het wemelt in de streek van zigeuners en kermisgasten. Zo niet is de knaap weggelopen, ziek geworden, gestorven of verongelukt. Er doen nog andere eigenaardige geruchten de ronde. Is het waar dat de Rey zulk een grote belangstelling voor de zwarte kunst aan de dag legt de laatste tijd? Gemene laster. En dat u daarom het kasteel van Tiffauges verlaten hebt na een hoog oplopende twist? Chantage, iets dan chantage. Dat hij de alchemie beoefent, de duivelen der hel oproept, op de kerkelijke hoogdagen heilig schennende missen laat opdragen en men hem nooit anders ziet dan vergezeld door jonge knapen die hij met geschenken overlaat. Spreek zonder omweg, wat zijn jullie van zins? Maar helemaal niets, lieve vriendin. We willen alleen de seigneur de Rey voor grote moeilijkheden behoeden. En daarom begrijp je... Kortom, een man zonder schuldeisers staat sterker dan een ander. Hoe zou ik het niet kunnen begrijpen? Jullie eisen Château C en un grande van me op. Onder de bank. Als delging van een ereschuld. Hier zijn de door de Rey ondertekende bescheiden. En wat is dat? De akte van afstand van Château C en un grande. Opgemaakt volgens de wettelijke beschikkingen.
U hebt slechts te tekenen. Doe nou, cher ami. Een onnozel handtekeningetje en je man kan voortaan op beide oren slapen. Geeft u zich verder geen moeite, hertog Jan van Bretagne, die men de goede pleegt te noemen. Gij zijt de sterkste. En ook gij, Jean de Malestroit, bisschop van Nantes, stel u gerust. Ik zal tekenen. Francesco. Treed binnen, messier de Rij. Alles is gereed. Je hebt de geschikte nacht gekozen. De nacht waardoor de heksen rijden. Hier heb je wat je vroeg. Is dat het ding nodig voor ons experiment? Moet ik je leren de zaken bij hun naam te noemen, Francesco Pelati? Zijn we dat het universele elixier niet tot stand kan komen zolang de duivel Baron ons niet verschijnt? Zo is het, heer. En dat daartoe een offer nodig is. Het hart van een kind. Ik breng je het hart van een kind. Nou, ben ik soms een snotterend wijf? Nooit in mijn leven heb ik een man bewonderd zoals ik u bewonder, messier. Ik hoop dat de duivel ons wel gezind zal zijn. Beter gezind dan het arme meisje dat ik in Rouen heb zien verplaatsen. Spreek niet over haar. Zie, alles is gereed. De vloeistoffen hebben in de kolven lang genoeg gekookt en gegist. Er is het glazen masker en de ijzeren voet. Aloë, mirre en andere wierookgeuren branden al. De 9 kaarsen op de lijn van de magische cirkel omheen het rituele bekken zijn aangestoken. Treed naderbij, messier. Ik treed in de kring en binnen de tekens der kabal. Is dit de laatste grens die ik nog overschrijden moest? Rijk me nu het... Ik rijk je het kinderhart. Nu is het ogenblik van de incantatie aangebroken. Zeg me na, woord voor woord. Ik zeg je nou, woord voor woord. Baron, glanzende geest der duisternis. Baron, glanzende geest der duisternis. Wij hebben ons gezuiverd in het ritueel der zwarte mis. Wij hebben ons gezuiverd in het ritueel der zwarte mis. Wij hebben de hostie en de wijn bezoedeld. Wij hebben de hostie en de wijn bezoedeld. Wij hebben de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gevloekt. Wij hebben de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gevloekt. Wij leven slechts door en voor het kwaad. Wij leven slechts door en voor het kwaad. Als offer bieden wij u een kinderhart. Als offer bieden wij u een kinderhart. En bevelen onze ziel in Satans handen. En bevelen onze ziel in Satans handen. Nee, Pelati. Om de liefde gods. Nee, dat niet. Van alles wil ik afstand doen, maar niet van mijn onsterfelijke ziel. Je bent een lafaard, messier de Rij. Let op je woorden, Francesco Pelati. Je bent een lafaard van de meest alledaagse soort. Een grote bek en een hazenhart. Je wil de kleine tovenaar spelen. Maar je loopt met een scapulier om je nek.
Als de eerste de beste oude kwezel. Hier is mijn zweep. Weet je hoe mijn nijdige honden klein krijgt? Een lafaard hoef je niet te vrezen. Ik weet dat een oude jood in Noord je voor 100 gouden kronen een houtsplinter heeft aangesmeerd. Van het kruis van Jezus afkomstig. En dat jij die in het vlees van je arm gedreven hebt. Allemaal uit lafheid. Om die schotelvot van een ziel van je te bewaren. Wat er ook gebeurt. Je zult zwijgen, vervloekte tandendrukker. Ik zal je leren zwijgen, Hoelion. Zoals ik anderen geleerd heb te zwijgen die hun mond voorbij kletsen. Hoor je me? Stuk vuil dat je bent. Hoor je me? Hoor je me? Jesco. Waarom zeg je niets van Jesco? Ik ben een goede vriend Francesco. Om de liefde God, zeg dan toch iets, Francesco. Verlaat me niet. Ik heb je nodig als brood. Het gaat al over. Het is niets. Ik wist niet meer wat ik deed. Ik kon die spanning niet meer verdragen. Maar je mag alles vragen. Alles wat je maar wil. We zullen opnieuw beginnen. Ik zal... Zolang je geen afstand van je ziel durft doen, heeft dit alles geen zin. Je kunt geen twee heren dienen tegelijk. Het moet God zijn of de duivel. God met een schrale kans op een twijfelachtig hiernamaals, met zingende engelen en alle dagen boekwijdpad. De duivel met als waarborg de triomf van al je ondernemingen op aarde. Het is maar beter dat ik ga. Wie is daar? Om de duivel, wie komt er ons storen? Gilles! Wat zoek je hier, Catherine? Weer in deze lugubere torenkamer. Omringd door al deze verfoeilijke dingen. Maskers, geraamte, dode beesten, vreemde poppen, kaarsen, bloed... Bloed! Van een lam, waarvan het hart onontbeerlijk was voor het welslagen van onze onderzoekingen. En deze man die je ten gronde richt, zodat je blik als die van een bezetene is. Ik geloof dat ik er verstandig aan doe me terug te trekken, messier. Goeienacht. Luister, om de liefde gods... Luister naar me. En staar me niet zo aan. Wat wil je? Ik ben als een krankzinnige naar je toegereden door nacht en ontij. Er dreigt groot gevaar. Wat heeft je bezeten om de bisschop zo te krenken? Wat mij bezeten heeft? En dat vraag jij... Na Chantossé en Engrand en hem met een schriftige oom van een hertog verkwanseld te hebben. Je weet beter dan wie ook dat het niet anders kon. Maar ach ja, vrouwen zijn nieuwsgierig, is het niet? Wel, hoor dan. Gisteren zou de Malestroits beschermeling Jean Le Ferron mislezen in de kapel van Chantossé. Ik ben er gedoopt en heb er als kind gebeden en Gods nabijheid ondergaan als een magische aanwezigheid. En daarom ben ik er met mijn soldaten heen gereden en heb Le Ferron met mijn zweep van het altaar geranseld. Als een zagraar uit de tempel en hem gezegd de groeten aan de bisschop te doen. Alles bij elkaar, niet meer dan een goede grap. Een grap. Waar het slechts een onbezonnen daad van een opgewonden krijgsman. Er is zoveel waar ik nog geen naam voor weet. En reeds is het te laat. Ziel, hopeloos te laat. Alles moet nog beginnen. Kom tot bezinning, Ziel. Zet die hoogmoedige waan van je af. Je bent nog slechts een mens aan de rand van de afgrond. Een avonturier
wiens naam de koning zelfs niet meer herinneren wil. Ik ben bij hem geweest. De koning, arme kreupele bastaard, die nooit geweten heeft wat hij precies wilde. Onzalige verrader van Vaan. Ik heb andere bondgenoten, Catherine. Je bent alleen, Gilles. Hopeloos alleen. Morgen zal de hertog van Bretagne met zijn troepen hier zijn om je gevangen te nemen. Onder beschuldiging van profanatie van Gods huis. En schending van de kerkelijke onaantastbaarheid in de persoon van een priester. Tweemaal heilig schennen, Sil. Mij gevangen nemen, Catherine. Wie is er zo hoog van aanzien dat hij Zinderij gevangen zal nemen? Die onnozele hertog met zijn wormstekige schooierziel, bij wie men zich vrijkoopt voor 30 zilverlingen toch niet? Maar goed, ik zal hem ontvangen zoals de wellevendheid het voorschrijft. Beter zelfs, Catherine. Bij dageraad rijd ik hem met mijn voltallig gevolg tegemoet, zoals de gastheer van mijn rang betaalt. Beschuldigde Gilles de Rij. Die ben ik, Jean de Malestroit. Of vreest gij soms dat de duivel zich van mijn vel bedient? Uw ironie is volkomen misplaatst. Geeft gij uw rekenschap van de misdaden waarvoor gij hier gedaagd wordt? Waar het hier alleen de Inquisitie rechtbank Malestroit, dan zou ik zeggen ja. Maar het is hier niet alleen de rechtbank der Inquisitie, mits ook Pierre de l'Hôpital, voorzitter van het parlement van Bretagne, als rechter zetelt. Waaraan dank ik de eer van uw tegenwoordigheid, Jean de l'Hôpital? Gij verschijnt hier als beschuldigde, vergeet dat niet. Voor de rechtbank der Inquisitie, doch voor de burgerlijke rechtbank tevens. Zij zetelen samen in een geval als het uwe. De burgerlijke rechtbank, zegt gij Malestroit? Wekt het uw verbazing op, Gilles de Rij? Ik betwist de bevoegdheid der burgerlijke rechtbank. Ik heb erkend dat ik Jean Le Ferron tijdens het opdragen der mis uit de kapel van Saint-Denis verjoeg. Mogelijk is het een laakbaar vergrijp, maar ik had er mijn redenen toe, Malestroit. Redenen die gij zeer goed kent. Bovendien word ik beschuldigd van tovenarij en ketterij. Ik wijs die beschuldiging van de hand. Hiermee heeft de burgerlijke rechtbank geen uitstaans. Ik ben een edelman en bovendien maarschalk van Frankrijk. Er is een groot toneelspeler aan u verloren gegaan, messieurs. Deze zaak beperkt zich niet tot baldadigheid tegenover een dienaar der heilige kerk en tot ketterij. Dat weet gij zeer goed, messieurs. Beter dan wie ter wereld ook. Wat bedoelt gij? Maar ik hoef het niet te vragen, is het niet, meneer de bisschop van Nantes? Ik weet waar het om gaat, meneer de Marslaan. Bij de veroordeling van een edelman worden zijn goederen verbeurd verklaard. Verbeurd verklaarde goederen worden uit eigendom van de hertog. En deze hertog bezit een neef die van een fooi niet afkerig is. Niet waar, de Malestroit? Dat zijn drieste aantijgingen. Vergeet gij wie hier de rechter is. Ha, rechter? Gij split op rechters. Roofgieren bedoelt ge, die tot mijn bezittingen gemunt hebben. Al wat gij zegt wordt geacteerd. Het kan u duur te staan komen, waarom? Verheug er u in, meneer de bisschop, hoe duurder voor mij, hoe winstgevender voor u. Ik heb u steeds voor een briljante geest gehouden, de Rij. Ik hoopte dat gij niet roekeloos met uw leven zou omspringen. Tot nog toe heb ik u gespaard, uit consideratie voor uw naam. Edelachtbare Jean de l'Hôpital zal het met mij eens zijn dat wij thans lang genoeg geduld geoefend hebben. Wij laten thans de getuigen aan het woord, de Rij. Getuigen, herhaal de aanklacht die jullie bij de hertog hebben neergelegd
en die jullie gisteren in verhoor bevestigden. Enige tijd geleden trad onze zoon, die toen 14 jaar telde, in dienst van de heer de Rey. De eerste week zagen wij hem regelmatig. Hij stond hoog in de gunst bij zijn meester, zegde hij, die hem veel wijn te drinken gaf en soms een witte rijke mensenbrood met suiker schonk, dat hij ons trouw kwam brengen. Op zekere dag is hij niet meer naar huis gekomen en sedertien zagen we hem niet meer, ofschoon mijn vrouw en ik ons beklag gingen doen in het paleis van de seigneur. Mijn zoon was in dienst bij de bakker Perrault, waar hij als kind van een huizen behandeld werd. Maar telkenmaal de heer de Rey in Nantes verbleef, bekloeg Perrault er zich over dat de jongen het werk in de steek liet om naar het paleis van de baron te lopen, zonder dat wij konden gissen wat hier ging uitrichten. Een tijd lang heeft dat zo geduurd, tot het kind op zekere dag niet naar zijn meester is weergekeerd. De bedienden van Messier de Rey hebben mijn man met stokslagen weggejaagd toen hij alleronderdanigst ging vragen of zij misschien iets van de jongen af wist. Mijn vrouw kwam tegen vespertijd met onze zoon naar huis. Nabij de kerk van Saint-Saturnin liet ze hem achter, daar zijn vriendjes hem vroegen met hen te spelen. Hij keerde niet huiswaarts. De andere kinderen vertelden dat hij meegenomen was door een oude vrouw. La Meffrain, een heks, zeggen de mensen die tot het personeel van de seigneur te rekenen. Het zou 3 jaar geleden zijn toen een man, voor toegenaamd, mijn jongetje op straat had gezien. Hij volgde hem tot thuis en vroeg me hem als knechtje bij hem in dienst te laten treden. Ik stemde hierin toe, maar zag mijn kind nimmer weer. Men verweet mij nadien dat ik een grote roekeloosheid bedreven had, want dat Poitou tot het gevolg van de baron de Rey behoorde en dat men kinderen zorgvuldig uit de buurt van Messier de Rey moest weghouden. Voorlopig zal de rechtbank het hierbij laten. Het is trouwens steeds weer dezelfde geschiedenis. 100 maal heb ik het verhaal reeds gehoord. Wat heeft de beschuldigde op dit alles te antwoorden? Antwoorden op deze misdadige bedenksels van omgekochte getuigen. Ik zal desnoods niet aarzelen om de pijnbank te gebruiken, Gilles de Rey. Op de pijnbank zal ik het uitschreeuwen dat gans dit proces een hemeltergende bedriegerij is om een onschuldig christen te val te brengen en zijn bezittingen te stelen. Helder van Espoir, en jij, zwijgzame Jean de l'Hôpital, waar blijft de pijnbank? Het is nog te vroeg. Alles op zijn tijd. Ook zonder pijnbank zal je spreken. Spreken? Waarover zou ik spreken? Heb ik mij als edelman aan hysterische oude wijven praten storen? Wat is er gebeurd met de kinderen die gij naar uw paleis te Nantes of naar uw sombere kasteel op het platteland lokte? Waarom kregen de ouders taal nog teken? Wat heb jij met ze uitgevoerd? Ik weet niet waarover het gaat. Verschijn ik hier soms verdacht van menseneterij? Gij wordt ervan beschuldigd de kerkelijke immuniteit geschonden te hebben. Deze feiten zijn voldoende bewezen, dus blijf ik er niet bij stilstaan. Verder wordt gij ervan beticht de duivel opgeroepen te hebben op verschillende manieren en u al dus aan tovenarij en ketterij te hebben overgegeven. Het zijn doodzonden, voldoende om de band der heilige kerk over u uit te spreken, de Rey. Maar het overige is zo verschrikkelijk dat het voorgaande er een alledaags vergrijp naast schijnt, nauwelijks de vermelding waard. En dat hebt gij allemaal op uw eentje uitgedacht, Malestroit. Gij wordt er bovendien van beschuldigd, en deze beschuldiging berust op een grondig onderzoek en onloochenbare bewijzen, dat gij 100 kinderen hebt laten roven. Dat gij ze op onmenselijke wijze om het leven bracht en er uw godslasterlijke driften op koelde, terwijl ze nog leefden, soms na hun dood, maar meest nog als zij stervende waren. Uw weerzinwekkende misdaden gaan ieder menselijk begrip te buiten. Zijt gij bereid ze te erkennen? Is uw ziel nog bij machte om enig berouw te betonen?
Antwoord op mijn vraag. Erkent gij de u ten laste gelegde feiten? Ik log. Alles log ik. Horen jullie me wel? Ik zal me niet goedschiks overleveren aan een complot van schurken die het op mijn eer en mijn bezittingen gewend hebben. Uw hardnekkigheid zal u niet baten. Roep de andere betichten. Bratti. Nu weet ik wie mij aan deze aarschier verkocht heeft. Beschuldigde Prelati, handhaaft gij uw bekentenissen? Bevestigt gij dat gij ze uit vrije beweging, zonder enige dwang, hebt afgelegd? Dat gij u aan tovenarij hebt overgegeven, als ook aan kinderroof, opdat uw heer zijn moordlust en zondige driften zou kunnen botvieren? Ja, heer. Dat gij hem hebt bijgestaan bij het verbranden van de lichamen zijner slachtoffers, tenzij deze in de vergeetkuilen of de aalputten werden geworpen van de kastelen waar hij zijn misdrijven pleegde. Ik bevestig het. Ik wacht op wat gij mij te zeggen hebt, beschuldigde de Rij. Ik heb niets te zeggen. Tenzij dat ik lach om deze marionettenrechtbank, zonder enige bevoegdheid. Dan zal ik mij genoodzaakt zien het hof zonder verdere formaliteiten te verzoeken door zijn onwederroepelijk vonnis te verklaren dat gij een verstokte heksenmeester, sodomieter, aanroeper van boze geesten, satanist, wichelaar, kindermoordenaar en bedrijver van verraderlijke afvalligheden zijt, waarvoor gij het vonnis der excommunicatie verdient en verschillende andere wettelijke straffen geëist door het kanonieke en burgerlijke recht. Ik teken verzet aan tegen dit walgelijke samenraapsel van leugens, door mijn edige bedriegers verzonnen, waarmede ik niets te doen wil hebben. Mannen die zich overgegeven hebben aan misdrijven waarvan ik niet eens het bestaan ken. Liever laat ik mij ophangen als een schurftige hond dan door zulke rechtbank veroordeeld te worden. Gij vraagt om de pijnbankzielderij. Alleen zij kan u nog tot inzicht en redelijkheid brengen. Gezien uw hardnekkigheid heb ik voor vandaag de zitting op. Zeg hem dan dat ik weiger hem te woord te staan. Het is de bisschop niet, heer. Wie dan wel? Ieder bezoek is mij verboden, als aan een beest. Ben je niet bang voor dat beest, Bewaker? Nee, messier. Gij bidt veel en leest stichtelijke Latijnse boeken. Waarom zou ik u vrezen? Je bent een beste kerel. Maak hem wel een grapje. Wie waagt zich zo laat als hier? Een dame, vergezeld van een Dominicaan, heer. Zij hebben een geschreven toelating met het zegel van de bisschop. Ik kan niet lezen, maar het zegel van de bisschop ken ik best. Ja, stond. Wat kan het mij tenslotte nog schelen? Laat ze binnenkomen.
ziet dat ik je niet in de steek laat. Dat ik je nooit in de steek zal laten, wat er ook gebeurt. Mijn arme Catherine. Het waren veel verstandiger mij te vergeten. Het krenkt mij dat jij de malestrotte voet bent gevallen om hier toegelaten te worden. Wie ben jij, vader? Kom naar de wei dat ik je gezicht kan zien. Het is hier donker. Ik leg mijn kap af. Zo. Herken je me nu? Pierre Bosquet. Mijn oude vriend Pierre Bosquet. Wat zoek jij hier? Heeft weinig belang. Enkele dagen na de dood van de Lorijnse ben ik veiligheidshalve uit Rouen gevlucht en heb jarenlang door heel Frankrijk gezworven. Verder dan de arm van Cochon kon reiken. Ik heb je malheureuze geschiedenis gehoord en ben dadelijk toegesneld om je bij te staan. Te laat, Bosquet. Nooit is het voor iemand te laat zo hij zijn ziel redden wil. Alleen daar komt het nog op aan. Met ziel redden. Staan ook jullie aan de kant van een omgekochte rechtbank? Ben je soms een verklikker geworden van de Malestroit, Pierre Bosquet? Jij die ik eens als een vriend heb beschouwd. Pierre Bosquet is een vriend, Gilles. Ik heb geen vrienden. Ik ben een melaatse, door iedereen geschuwd. En zo is het goed. Word weer menselijk, Schilderij. En je zal voelen dat je nog steeds een vriend bezit. Dat er een vrouw is die nog immer aan je zijde staat. Ik heb al wat menselijk is afgezworen. Er is niets meer van een mens aan mij. Ik haat de middelmatigheid van de mensen. Weet je wat ze zijn? Jouw mensen. Jouw kwijlende, parende, biddende, knielende en biechtende mensenvaten. Een schim zijn ze. Een toevallige schimmel van de aardkorst. Met spraak en aan me zegt met een reten begaafd. Laster God, schepping. Een hoogmoedige schimmel. Die zich de gelijke van de schepper waant. Van een keuze, de mate van de mensen is hier geen sprake water. Er is alleen de keuze tussen God en de duivel. En ik heb gekozen. Helaas, ik weet het. Het was de avond van dezelfde dag waarop men in Rouen een heilige doodde. De Almachtige kan hiervoor niet onverschillig blijven, mijn vriend. Ik koos de duivel. Kan jij je dat voorstellen, Dominica? Ik heb het dadelijk geweten. De volgende dag heb ik je overal in Rouen gezocht. In kerken en bordelen, vruchteloos. Vruchteloos ook, omdat ik wist dat de keuze gevallen was. Zoals ik thans weet dat geen enkele van de Malestroits beschuldigingen ongegrond is. Kijk mij aan, Gilles. En wees man genoeg om het niet te loochenen. Niet waar zij bij is, Bosquet. Voor mij heeft het geen belang. Niets heeft nog belang voor mij. Maar spaar haar. Je hoeft mij niet te sparen, Gilles. Ik heb van de eerste dag af geweten dat je schuldig was. En je vervloekt me niet? Nee. Spuw me dan in het gelaat. Omdat ik tenminste van deze krankzinnige wereld nog iets zou begrijpen. Je vergeet dat zij je lief heeft. Heb jij mij lief, Catherine? Ja. Even lief als op de dag toen ons kind geboren werd. Een mens kan diep vallen. Maar zolang een ander mens hem blijft liefhebben, kan hij nooit verloren zijn. Je vrouw heeft je lief, Schilderij. Over de ravijnen van de afkeer heen, die ieder redelijk mens voor je voelen moet. En ook ik bemin je als een broeder. Dat behoort bij je stil. En je preken. Als een broeder. Want ook ik heb de twijfel gekend. Jouw twijfel. En jouw wanhoop die eerste dagen na de moord op Jean. Denk je nog wel eens aan haar? Ik hoef slechts mijn ogen te sluiten. Dan zie ik haar ongerepte, rustige blik. En haar zuivere handen. Die ze eens op mijn gloeiend voorhoofd heeft gelegd. Toen ik gekwetst werd aan de Loire. En de koorts der moerassen heb besloopt. Soms heb ik me wijsgemaakt dat ze me nooit verlaten heeft. Maar ach, we
Wat kan het anders dan verbeelding zijn? Ik zie tranen in je ogen. Ja. Maar het is geen verdriet dat mij overmand. Geen verdriet dat heel mijn leven doorstroomt als een vreemde, onbekende genade. Denk aan je kindertijd. Aan je moeder. En alle die goed voor je geweest zijn. Ik denk aan hen. Ik zie mezelf er zitten. Biddend in de kapel. En weer is het. Of die klaarte vol hemelse zang van weleer over mij komt dalen. En ook aan haar, denk ik. Aan Jeanne. Maar haar ogen kan ik ditmaal niet zien. Zij is ver weg. Omgeven door een jouwende menigte. Ik zie de brandstapel. Ik zie hoe het vuur wordt aangestoken. Ik zie de vlam haar broze lichaam aantasten. Waarom moest het zo eindigen met haar, Bossier? Met haar, die een heilige was. Waarom moest het eindigen zoals het met mij zal eindigen? Ik die er pad op ben gegaan, de incarnatie van de duivel zelf te zijn. Het heeft geen zin. Niets heeft er zin in deze wereld. Het is de kortste weg naar God. Voor mij is de weg naar God afgegrendeld. Voorgoed. De wegen naar God staan steeds open. En er zijn vele wegen. Je bent nog alleen de gevangene van jezelf. Alleen van jezelf en van je eigen wankelmoedigheid. De rechtbank kan je niet meer treffen. Alleen jij kan jezelf nog vernietigen. Alleen ook jij kan je eigen kluister breken. Denk hierover goed na, broeder Jean. Ik denk erover na. Heel mijn lichaam is slechts nog één gedachte. Als de gespannen pees van een boog. Aarzel dan niet. Gun de pijl de vrije hemel, van waar hij nooit meer op aarde zal storten. Ontdoe je van je trots. Stel je hart open voor de vernedering die ons tot mensen maakt, Gilles de Rey. Je tijd is goed besteed, pater. Ik zal biechten. Pierre. Zijt gehard in de boosheid zoals nooit een man in de boosheid gehard was. Maar de kerkelijke inquisitie beschikt over andere middelen om verstokte ketters te treffen, Gilles de Rey. Andere middelen dan de pijnbank. Zij kan u overleveren aan de eeuwigdurende duisternis. De eeuwigdurende duisternis, wat bedoelt gij? Gij zijt vertrouwd met de dood van het lichaam. Van honderden lichamen. Ofschoon gij hardnekkig logen. Doch ik beheers de dood van uw schandelijke ziel. De eeuwige dood. Op grond van de monsterachtigheid uw misdaden. Op grond van het pact met de duivel dat gij met uw eigen bloed ondertekende. Op grond van de beledigingen welke gij tot de rechtbank hebt gericht. Stoot ik u uit de schoot der heilige kerk. Zo is alles verloren. Iedere hoop. Wat blijft er mij over, zo zelfs God mij verlaat in dit uur? Waagt gij het Gods naam met uw schennende mond te bezoedelen? Mijn hart verlangt naar God, zoals de lippen van een pest leiden naar een dronk water. Gij verbaast mij zeer, Gilles de Rey. Maar zoek ons niet met slinkse middelen te vermurwen. Nooit werd een man voor de rechtbank gedaagd
die zo volledig God afzwoer en verloochende als gij. Ik heb God bestreden, ik heb hem willen vernietigen in wat hem het liefste was, maar verloochend heb ik hem niet. Dat zweer ik bij het kruis. Is dat het begin van een bekentenis? Ja. Erkent gij de gegrondheid van de u ter laste gelegde beschuldigingen? Ja. De waarheid van de uitgebrachte getuigenissen? Ja. Gij hebt de eerste stap gezet om uit de duister weer in het licht te treden. Kan nog ooit de excommunicatie herroepen worden? Ik wil niet op stof vergaan die door nacht en duister wolken Gods klaarte doorbreekt. Voor ieder berouwhebbend zondaar is er barmhartigheid. Zo luidt de hemelse wet. Zie. Ik zink op mijn knieën en smeek om barmhartigheid. Ik herken het gezag van mijn rechters en vraag om vergiffenis voor de beledigingen die ik een triest naar het hoofd heb geslingerd. En in het nauwgedreven roofdier bijt en krabt de jager. Het hof zal barmhartig zijn. Uit de diepste poelen van zonde en verwording sla ik de blik opwaarts. Zo sterk in mijn God. Zijt gij bereid tot volledige bekentenis uw afschuwelijke misdaden? Ik ben bereid. Spreek, beschuldigde. Reeds bij mijn geboorte was ik rijker dan een vorst. In weelde groeide ik op, gehoorzaamd in elke gril en later in iedere losbandigheid. Heel mijn leven is één keten van losbandigheid geweest, wars van alle grenzen. Zelfs als knaap kende ik in het gebed geen grenzen. Ik wist niet wat nederigheid was en eiste God geheel voor mezelf op, zodat een wilde waanzin mijn geest ophitste en hem door hoogmoed vertroebelde. Ik bad tot ik erbij in bezwijming viel, tot ik met schuim op de lippen opgeraapt werd en weer tot mezelf moest gebracht worden. Wat ik over God in heilige boeken en uit de mond van nederige priesters vernam, was mij niet voldoende. Ik gaf mij later over aan de zwarte kunst en de tovenarij om tot de diepste geheimen van stof, geest, leven en dood door te dringen. Eens heb ik een jonge hond, die mij nogthans zeer lief was, langzaam gewurgd alleen om in zijn brekende ogen de dood te betrappen. En later werd ik soldaat en oogste grote roem. Naast de Jean, de Lorijnse, heb ik gestreden en geleerd wat een heilige is. Het had mijn redding kunnen zijn. Het werd mijn ondergang. De hemel stond aan haar zijde. Doch zij viel niettemin onder de handen van de beul. Ieder wordt geboren onder een sterrenbeeld dat zijn levensweg bepaalt. Toen de maagd verbrand werd in Rouen, heb ik begrepen dat het mijne een zwart sterrenbeeld was. Aan het uitspansel des duivels geschreven. Ik wist dat ik voortaan geen gewoon mens meer zou zijn, doch nog alleen het kwade toegewijd, want ik achtte de duivel sterker dan een god, gesloten voor mijn hartstochtelijk verlangen naar macht en kennis. Eens sprak een page een distilleerkolf in mijn laboratorium, waartoe ik eenieder de toegang verboden had. Een grenzeloze razernij greep me aan. Ik greep het kind bij de keel en kneep en kneep tot het niet meer ademde. En toen het hoofdje slap tegen mijn borst hing, kwam er een nameloze vervoering en een nameloze rust over mij. Het waren de vervoeringen en rust die ik nooit in de liefde bereikt had. En zo is het begonnen. Waar anderen de hoogste bevrediging ondergaan in de daad die leven wekt, werd voor mij het toebrengen van de dood een noodzakelijkheid die ik opdreef tot een godslasterlijk liefdespel met steeds verschrikkelijke rituelen van bloed en bloedgewoelde ingewanden, totdat nog slechts daden waar geen naam voor bestaat de mij begeerde bevrediging schonken. God had mij verlaten, dacht ik. En daarom wilde ik mij wreken op hen
die hem het nauwst aan het hart liggen. Onschuldige kinderen die niet weten wat zonde is en nog tot het paradijs behoren. Ik herkende de duivel als oppermachtig bondgenoot en zocht hem te bewegen tot een pact dat ik met mijn bloed ondertekende. Na hem vele malen een kinderhart geofferd hebben. Uw kinderen zijn het. Goede lieden van Frankrijk. Uw kinderen. Waarvoor gij een zonnige toekomst droomde. Die ik vermoord. En op vloekbare wijze. Bezoedeld heb. Zie mijn handen. Ze zijn met bloed bedekt. Ik scheur mijn wambuis stuk. Zie deze borst. Waaraan ik uw kinderen heb gekoesterd en geliefkoosd, terwijl met hun prille bloed langzaam het leven uit hun vele wonden wegvloeide. Op mijn knieën bid ik u om erbarmen. O God, mijn schepper en verlosser, laat uw geest over mij vaardig worden. Schenk mij genade. Sta op, Schilderij, en beveel uw zondige ziel in Gods handen. De enige beslissing die nog voor u telt, is Gods beslissing. Ik weet het. En tot hem verhef ik mijn ziel. Nu ik besef dat ik sterven moet, en het nog slechts betreur, dat ik geen 100 maal sterven kan. Niemand zal voortaan uw berouw in twijfel trekken. Ik ontsla u van de banvloek en neem u weder op in de schoot van ons aller moeder, de Heilige Kerk. Het is een grote troost in deze desolate en toch vreugdevolle stond. Het laatste wat een aardsterveling voor u doen kan, Gilles de Rey. Het vonnis staat onwrikbaar vast. Ik ben vol vertrouwen. Hoe het ook luiden mogen. Het Hof veroordeelt de beklaagde en zijn handlangers om gehangen en daarna verbrand te worden morgen tussen 11:00 en de middag. Smeek God onafgebroken om barmhartigheid, Maréchal de Rey. En bereid uzelf voor tot een goede dood. Ik dank u. Mag ik nog een laatste wens uitspreken. Spreek. Ik smeek u om voor de anderen omgebracht te worden. Om hen, voor wie er volgens alleen ik de volle verantwoordelijkheid draag, het voorbeeld te geven van een christelijke dood. Het Hof hecht zijn goedkeuring aan die wens. En dan. Dit is het afscheid van veel. Ook van jou, mijn ongelukkige vriend Francesco. We zullen elkaar op deze wereld nimmer weer zien. Troosten met de gedachte dat we elkaar zullen wedervinden in de vruchten van het paradijs. Zo je vertrouwen hebt in God. Bid hem voor mij en ik zal voor jou bidden. De zitting is geheven. Zo sta ik dan. O Heer, oog in oog met u, voor de eerste keer, zoals het een man betaamt. Ik vrees u niet meer, ofschoon ik mij eens uit vrees van u heb afgekeerd. In mijn hart is een eindeloze liefde ontstaan tot u, God der wraken. Wees vol meedogen voor hen die de prooi van mijn verblindheid werden. En gij, lieve Zaan, reine gezellin van mijn jeugd, bid voor mij en vergezel mij op de weg die voor me ligt. In de naam des Vaders en des Zoons
des Heiligen Geestes. Amen. Dat was Het Zwarte Sterrenbeeld, een luisterspel van Hubert Lampeau. De rolverdeling was als volgt. Jeanne d'Arc, Janine Schevernels. Gilles Doret, Anton Kogen. Pierre Bosquier, Marcel Hendricks. Catherine de Touard, Dora van der Groen. Francesco Prelati, François Bernard. Jan van Bretagne, Jan Mone. Jean de Malestroit, Hugo Prinsen, Nicolette, Denise de Weert, een gevangenisbewaker, Joris Colette. U hoorde ook de stemmen van Jackie Morel, Hilde Sacré en Emmy Leemans. Technische realisatie, Norbert Godefroy en Harry de Winde. Geluidsregie, Eddie Bilkin. Muzikale aanpassing, Wally Vermeers. Algemene regie, Herman Niels. Dit was een realisatie met medewerking van de ASL.